Het verkeer tussen Arnhem en Nijmegen wordt deze week ernstig vertraagd door onderhoud aan de Nijmeegse Waalbrug. Daarnaast zal de vervanging van het asfalt van de A325 en de Arnhemse pleiroute, de N325, van Knopendwelpenbroek, de A12, naar het Nijmeegse Plein in Arnhem Zuid voor de nodige overlast zorgen de komende zomer. De weg gaat ook op de schop. De dunne geluidsreducerende laag van de A325 is op het dubbellaags zeer open asfaltbeton van de N325 aan vervanging toe. De provincie Gelderland gaat werken aan de A325, de snelweg tussen Arnhem en Nijmegen, en aan de N325, de provincieweg van Arnhem-Zuid naar het knooppunt Velperbroek in de A12. De N325 is de brede provinciale weg van Nederland.